deze video. Leuk dat je weer kijkt. Deze video gaat over melk. Ik krijg namelijk vaak de vraag van jullie, is melk gezond of is melk nou ongezond? En dat gaf mij weer een idee om daar ook meteen eventjes een video over te maken, wat mijn ervaring daarmee is. Als we naar het voedingscentrum kijken, dan zouden we 1,5 liter aan zuivelproducten op een dag moeten consumeren. Zoals we allemaal misschien wel weten, bevat melk calcium. En calcium is goed voor onze botten en onze tanden. Tenminste, dat is onze opa en oma vroeger zo geleerd. En die hebben dat weer aan hun kinderen geleerd. En onze ouders willen dat weer aan ons leren. Maar is dat wel zo? Is dat wel waar? Melk krijgen we eigenlijk allemaal bij de geboorte. En als we onszelf eens bedenken dat als wij geboren worden, als we een babytje zijn, dan wegen we ongeveer 3,5 kilo. Maar dat is hoe wij geboren worden. Stel nou dat je een kalfje bent en je wordt geboren. Dan weeg je ongeveer 40 kilo als kalfje. En ook dat kalfje heeft natuurlijk melk nodig. En die krijgt hij van de koe van zijn moeder. Dan komt er nog bij kijken dat een kalfje eigenlijk al binnen een paar minuten meteen moet kunnen lopen als hij geboren wordt. Terwijl een baby ongeveer 9 tot 18 maanden overdoet voordat hij pas kan lopen. Maar waarom zeg ik dit nou? Het doel van koemelk is om een kalfje zo snel mogelijk te laten groeien. Maar wat doen wij? Wij drinken de melk van een koe. Dat behoort voor de koe. Voor dat kalfje dat binnen een paar minuten moet kunnen lopen. Dat al 40 kilo weegt bij de geboorte. En die nog minstens zo zwaar wordt als dat hij bij de geboorte is. Waarom drinken wij mensen überhaupt melk? Het is natuurlijk heel normaal dat als je net geboren bent, dat je moedermelk drinkt. Dat is het enige wat je op dat moment aan voeding binnenkrijgt. En er zitten alle voedingsstoffen en alle benodigde vetten in die je ook nodig hebt om als babytje te kunnen groeien en groter te worden. Maar op een gegeven moment zijn we geen babytje meer. Maar waarom blijven wij volwassen mensen melk drinken? En dat brengt me heel even bij het volgende punt. In moedermelk, of dat nou van een mens is, van een koe is, van een geit is, maar er zit lactose in, oftewel melksuiker. En het is ook niet erg, want als we dus klein zijn, hebben we dat nog nodig. Maar zodra we groter groeien en volwassener worden en geen baby meer zijn, hebben we dat eigenlijk niet meer nodig. En wist je dat 70% van de wereldbevolking, nadat hij baby is geweest en ja, mens gaat worden, een intolerantie voor lactose ontwikkelt? Een intolerantie betekent eigenlijk dat je lichaam er niet goed tegen kan als het wel binnenkrijgt. En dat is lactose. En lactose zit dus in die melk. Dus als we baby zijn, dan kunnen we er wel tegen. Maar van nature gaat ons lichaam een intolerantie opbouwen tegen lactose. Omdat we geen melk meer behoren te drinken eigenlijk als we groter zijn. Dus 70% van de bevolking heeft daar last van. En misschien herken je jezelf daar ook wel in, dat je eigenlijk niet zo heel erg goed tegen melk kan. En nu wil ik even kijken naar het calciumverhaal. Calcium zou eigenlijk goed moeten zijn voor onze botten. En dat is het ook. Maar koemelk bevat ook fosfor. En melk bevat calcium, magnesium en fosfor. En dat neemt dat in je lichaam op. Mits de verhoudingen hiervan juist zijn. De verhouding is dat je 2 keer zoveel calcium moet binnenkrijgen als fosfor. En deze goede verhouding, dat heeft moedermelk van mensen. Maar koemelk heeft een hele andere verhouding van calcium en fosfor. Koemelk bevat bijna evenveel fosfor als calcium. Dus het lichaam, als wij koemelk drinken, moet ons lichaam steeds zoeken naar meer calcium. Omdat het lichaam meer calcium nodig heeft dan fosfor om het goed op te nemen. Dus wat we hier eigenlijk mee doen als we koemelk drinken, is dat we niet het calcium nodig hebben voor onze botten. Maar doordat we die melk drinken, gaat ons lichaam automatisch zoeken naar meer calcium om die verhouding maar goed te krijgen. En wat gebeurt er dan? Zit calcium in onze botten en ons lichaam haalt dus calcium uit onze botten. In plaats van dat het goed zou zijn voor onze botten. Dus koemelk drink ik zelf persoonlijk liever niet. Het is echt niet erg om af en toe wel eens melk te drinken. Als je het aangeboden krijgt of het is niet anders, is het niet erg. Maar ik drink het gewoon niet dagelijks. En mijn voorkeur gaat uit naar alternatieven. Wat zijn er alternatieven op koemelk? Denk bijvoorbeeld aan sojamelk. Ik heb hier sojamelk. Dat gebruik ik zelf ook om smoothies mee te maken. Ik drink niet zo los melk. Ik gebruik het echt om ergens doorheen te doen. Je kunt ook almondmelk kopen.
Van Alpro Soja heeft ook lekkere andere soorten van merkvarianten. Je hebt ook yoghurt. Soja yoghurt wat je kan kopen. Je kunt zelfs kokosmelk kopen. Je kunt geitenmelk kopen. Kijk daar alleen weer maar uit, want dat is ook weer van een dier. Dus dat is, zit ook weer niet de goede verhouding in. Maar wat ook een heel goed alternatief is om gewoon melk te laten. Dus drink niet melk omdat je melk moet drinken omdat je dan dat het gezonder voor je zal zijn. Dus dat is niet helemaal waar, blijkt achteraf. Dus vervangen kan altijd natuurlijk. Maar kijk gewoon uit met koemelk en gebruik liever een alternatief hiervoor. Groentesappen en fruitsappen zijn ook een erg goed alternatief. Hier zitten ook gewoon goede vitamines, mineralen, vezels, calcium in. Alleen dan niet met die verkeerde verhoudingen. Dus als je een alternatief wil doen, pak dan zoiets. Nou, dat was dus mijn verhaal over melk. Ik hoop dat je daar wat uit hebt opgestoken, dat je er wat van hebt geleerd. Heb je misschien nog een toevoeging? Laat het dan ook even achter in de reactie onder deze video. En ik wil ook wel heel graag van je weten wat jij het liefste drinkt. Dus wat is jouw favoriete drankje, je gezonde drankje? Laat dat ook even achter hieronder in de beschrijving van de video. Oh, en voor degenen die nog niet zijn geabonneerd op mijn kanaal, rechtsonder heb je de abonneerknop en dan kan je even op abonneer klikken. Zo blijf je altijd op de hoogte van als ik weer nieuwe video's online heb. Mocht je ook het gratis e-book nog niet hebben ontvangen, die kan je ook eventjes aanvragen. De link staat onder in de beschrijving. Ik wil je danken voor het kijken naar deze video en ik zie je graag weer in de volgende video. Doeg! We willen eigenlijk meteen binnen een paar dagen de grootste resultaten bereikt hebben. En daardoor willen we soms overhaastige beslissingen maken en diëten volgen die niet gezond voor ons zijn. Maar op dat moment maakt ons dat niet uit. Het enige wat we willen is van die kilo's af. En als dat in 10 dagen op een onverantwoordelijke manier kan, dan doen we dat. Maar waarom? Vaak wordt het daarna nog erger. Denk daar eens bij na. Denk niet dat je binnen een paar dagen of een paar weken je probleem kan oplossen. Ga stap voor stap analyseren hoe jij op een gezonde manier in het leven kan.